opleiding van opticien bestaat grotendeels uit theoretische vakken, praktijkvakken. En de theorie is niet te onderschatten. Dus afhankelijk van de vooropleiding hebben ze meer of minder inhaalproblemen. Dus vooral wiskunde, fysica, optica is een heel belangrijk onderdeel van onze dingen. En dan hebben we nog de optometrie, dus echt specifieke vakken naar het beroep toe. Technologie, optometrie, contactologie, dus eigenlijk dat ze nog nooit gezien hebben in het onderwijs. Wat belangrijk is, is de vooropleiding. Dus we hebben mensen van alle aard. We hebben mensen die komen uit het gewoon onderwijs. Maar dan hebben we ook mensen die reeds ingenieur zijn of andere vooropleidingen gevolgd hebben. En dat maakt het natuurlijk wel iets makkelijker voor hen. Dus de mensen die deze cursus zouden volgen, zijn mensen die eigenlijk wel interesse hebben in technologie, een groot onderdeel, die interesse hebben in mode, want brillen zijn modieus geworden, die interesse hebben in het medische onderdeel en die ook interesse hebben in de technologie die er rond zit. Dus het is eigenlijk wel een heel complete opleiding. Ik ben begonnen aan de opleiding omdat ik al in de brillenwinkel werkte. Ik heb op mijn 15 jaar gesolliciteerd als jobstudenten en heb daar eigenlijk 3 jaar gedaan, dus zowel in de vakanties als in het weekend. En dan was zo iedere keer de vraag, zou je het niet verder doen? En dan heb ik daar een beetje informatie over gezocht, ook een paar dingen uitgeprobeerd daar in het atelier en zo. En ik vond dat eigenlijk wel leuk om te doen en ook de variatie en zo. En heb ik me eigenlijk ingeschreven voor hier in Sintra. En nu 2 jaar later zit ik hier nog altijd en ik vind het wel heel leuk om te doen. Na de opleiding gaan de meeste mensen dus blijven in het beroep. Een deel, grootste gedeelte moet ik zeggen, gaat eigenlijk een beetje naar de ketens, omdat die heel veel personeel aanvaarden. En een kleiner gedeelte begint zelfstandig. Vroeger was het totaal omgekeerd. Vroeger hadden wij een verhouding van 95% van de mensen die zelfstandig begonnen. Dat is nu jammer genoeg niet meer zo. De troeven van Sintra Midden-Vlaanderen zijn dat wij zowel praktijk en de theorie kunnen samenbrengen. En op deze manier kunnen ze echt wel naar het beroep stappen met de ervaring van 3 jaar. Dus iemand die anders uit een gewoon onderwijs komt, die kent veel theorie, maar die kent nog niet het probleem naar klanten toe en samen met klanten werken. De pluspunten van de opleiding zijn dat niet enkel de techniek is, maar dat je ook fashionkant krijgt, wat wij wel tof vinden. Dat je creatief mag zijn als ik er zelf een bril mag ontwerpen en zo verder. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Na de opleiding hoop ik in dezelfde zaak te kunnen blijven werken, maar dan als opticien niet meer als jobstudent.